In het kader van streekomroep start bij de Prinsen Toes zijn we nu aangekomen bij Prins Larry de Eerste. Goedenavond. Goedenavond. Stel je eens even voor aan de kijkers Toes. Ja, ik ben Larry Kerkhoffs. Ik kom uit Gelein, geboren, getogen in Gelein. En nu Prins van de Kronkeleren. Een gans jaar prins in, hè? Dat wel een heel lang overal. Ja, eerst 3,5 week, maar dan volgend jaar kreeg de rest weer meedoen. Wie beleefde dat achter de schermen? Het moment van, ik moet zo gewoon en dan ben ik prins. Stress? Leg eens goed, wie viel ze dicht? Ja, dan zit ze op een kamerke, dan wordt ze naar boven geleid en dan zit ze op een kamerke boven en dan ze eigenlijk moesten gewoon naar de wc, maar dat geeft niet, want de dansmariekes die rennen om die kamer bij en die weten niet, dat is dicht het beurs. Dus dat geeft niet. En, maar ja, dat moest toch naar de wc, dus ze zit vol van de zenuwen, de wils naar ongen, maar dat geeft nog niet, want het programma loopt goed. Ja, ja, ja. En dan, komt een moment en dan nemen ze zich met de honger. En dat is dan, lang te wachten? Een uur. Het is niet zo heel lang, maar lang zaten nu wel. En dan, hoe lang heb ze moeten zwiegen? Eigenlijk bijna een jaar. Want ze hebben mij vorig jaar naar de carnaval eigenlijk al vrij rap gevraagd. En toen heb ik gezegd, ik denk er nog eerst even over. Maar ja, Lucer, de wils toch en de geest. Dus het was op een gegeven moment, is het echt besloten. Ja, en dan wordt het nog spannender natuurlijk. Ja, en dan kreeg je nog een hele drukke periode, want alles ligt heel kort bij elkaar dit seizoen. Ja. Wie kijkt ze daar tegenop? Gewoon doorgaan, hè. Razen wie het geeft en gewoon, gewoon doen. Dinne leefspreuk, dat is een vooral apart, want dat is ook meestal hebben van een regeltje en dat is het. Maar doe het best een lange, of niet? Weet ik niet. Volgens mij zijn er toch nog wel jullie die langer hoor dan mij. Maar ik wil hem horen. Dit jaar ben ik van de zolder van Jong Nederland naar beneden gekomen om dit geweldige fiasco met u te vieren. Carnaval zit ook bij mij in het bloed, want het was mijn pap de vroeger voor de kloes voorop voert. Maar nu mag ik me als prins verkleien en voor de kronkel met de scepters bij. Applaus en uit de koppen! Nu willen we nog één ding weten. Als je geen prins bent, wat is er in de Verenigde? Dan ben ik docent economie op de Bernard Lievegoedschool in Maastricht. We willen dich namens de streekgroep start, willen we dich even bedanken dat we hier op de koffie mochten komen. Ja. En wat ons betreft, per se en ons. Ja, zeker. En chic seizoen. Ja, dankjewel.